Initiatieven! Mijn naam is Oma Muni en ik ga jullie laten zien hoe wij de Schiphol-tas maken. Nou, we hebben hier het eerste proces. Vanuit Schiphol komt het rechtstreeks hier naartoe. We halen het eerst nog uit elkaar, want dat is makkelijker schoonmaken. Het is echt wel een paar keer even goed schrobben. Dan krijg je op een gegeven moment zo'n soort effect. Eerst is het zo, daarna wordt het een beetje zo. Nou, hier zie je dus Lina. Het patroon wordt dus hier gemaakt. Het komt natuurlijk allemaal uit verschillende lappen leren. En ja, elk stiksel gaat alle kanten op en dat maakt de tas ook wel uniek. Dus elke tas zal echt anders zijn. Naast de tassen maken we ook accessoires. Dat is wel heel leuk om te zien. Want ik heb een vliegtuigje ontworpen. Natuurlijk wat helemaal bij Schiphol moet passen. En hier zie je dus Lotte eigenlijk met de stansmes. Dat doen we ook helemaal met de hand. Uiteindelijk wordt de tas dus ongeveer zo. En dit is nog echt een proefexemplaar. Maar straks, wanneer de tas echt helemaal af is, wordt die echt helemaal picobello met alle hangertjes erop. Dan hebben we echt een hele mooie tas.